Mijn naam is Jeroen Stevens, ik ben plastisch chirurg en ik wil u graag iets vertellen over de nieuwste inzichten over borstvergroting. Borstvergroting is een veel verrichte ingreep wereldwijd, ook in Nederland, en met veel succes. Het doet precies wat het belooft, het geeft iemand met wat vlakkere, plattere, minder goed gedefinieerde borsten, mooiere, vrouwelijke, rondere borsten terug. Alles lijkt, zo heb ik ook verteld, dan relatief eenvoudig. Een mini klein sneetje. En je gebruikt een prothese. Je geeft vulling. En dan zal je wel een mooi resultaat hebben. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Er komt toch echt wel wat meer bij kijken. En daar wil ik u wat over vertellen. Die inzichten zijn ook wat veranderd. Het gaat zeker niet meer om zomaar een sneetje. En iedere willekeurige prothese geeft hetzelfde resultaat. Er blijkt inmiddels met name één aspect heel belangrijk te zijn. En dat onderdeel met name van een goed resultaat wil ik u goed uitleggen. Dat is het woordje dynamiek, beweging. Vulling teruggeven, dat kan wel. En staand, stil voor de spiegel staand, kijkend naar een blote borst, zal dat wellicht een mooi resultaat geven. Maar dynamiek, beweging van de borst, is echt een heel ander verhaal. Eigenlijk is dat het verschil tussen een wel en niet onnatuurlijk geopereerd overkomende borst. U kunt zich voorstellen dat zelfs een kleine borst heel onnatuurlijk kan overkomen als hij als een vaste, een beetje bol, ook al draai je naar links of naar rechts, veel te veel blijft staan. Een hele grote borst, soms is dat onnatuurlijk, maar kan ook ongelooflijk juist wel natuurlijk zijn, mits maar de beweging precies is zoals een borst zou doen en je zou verwachten dat die doet als je naar opzij toe hangt, namelijk dan een beetje vallen naar opzij. Of als je het naar de andere kant toe hangt, moet de borst meebewegen. Dat is een verhaal dat uit met name twee delen bestaat. Het technische deel, hoe opereert de chirurg, geeft dat inderdaad de gewenste dynamiek. En dat is een verhaal wat, en dat is deel 2, te maken heeft met de keuze van het implantaat van de soort prothese. Eerst de techniek. Ik ga u iets aan de hand van een tekening proberen te verduidelijken. Als ik voor u in een tekening probeert te verduidelijken hoe het technisch gaat, dan moet u zich voorstellen, kijkt u hier tegen de zijkant van de borst aan, is dit de tepelhof met de melkkliergangetjes, zit daar wat klier en vetweefsel achter en ter ondersteuning wordt ongeveer op deze plaats een prothese geplaatst. Daarmee kun je vaak een natuurlijke, mooiere, vollere borst maken. En die ondersteuning die zit als het ware op de basis van de piramide. Aan de voorkant bezien, stel dit is schematisch het sleutelbeen. En dit is de curve van de borst. Van de zijkant bezien zo hier, lopend naar de plooi onder. En de binnenkant daar, dan zou dit het tepelhof zijn. En moet u zich voorstellen, is heel erg van belang, dat de prothese mooi is uitgevuld over de hele borstkashelft. De prothese ligt dan helemaal mooi vanaf het gedeelte aan het borstbeen tot naar de zijkant toe. En technisch wil je natuurlijk sowieso niet alleen een mooie uitvulling van de gehele borst. Je wil ook het liefst dat de afstand tussen de ene en de andere kant van de borst niet te groot is. De chirurg zal dus ruimte moeten maken onderhuids ook mooi naar de binnenkant toe. Maar dat is niet het enige. Als je in 3 stapjes van sleutelbeen richting de tepelhof, zo stapsgewijs, ongeveer deze hoogte probeert voor te stellen, de bovenkant van waar die borstprothese zit, dat is dezelfde lijn als ongeveer hier zo, dan ziet u dat de hoeveelheid bedekking die je wil hebben voor die bovenrand van de prothese, ja, die moet minimaal 3 centimeter zijn. Als die bedekking op deze plek niet minstens 3 centimeter is, dan is die rand van de bovenkant van de prothese al snel te zichtbaar. Is nou bij iemand hier wat je kunt meten door een plooimeting op die plek te doen op deze manier, is hier nou de huid te dun en is de hoeveelheid klier- en vetweefsel te dun, dan wordt om die reden vaak de prothese achter de spier gestopt. Dat is dus met andere woorden iets wat je al kan beslissen voor de operatie.
Als de prothese achter de spier verstopt zit in een dergelijk geval, zorgt de spier voor het mooie glooiende oplopende van de borst. Verder is belangrijk dat het sneetje maximaal goed verstopt zit. Om dit technisch allemaal goed te kunnen doen en te kunnen zorgen dat de dynamiek of de prothese nou voor of achter de spier zit, zo dicht mogelijk bij de natuurgetrouwe situatie terechtkomt, heb ik een voorkeur voor het littekentje onderin in de plooi. Dat littekentje is maar 4 centimeter groot en zit verstopt tegen de onderkant aan van de borst. Is om die reden eigenlijk onzichtbaar en zal bij de meeste mensen toch een onzichtbaar littekentje geven al binnen ongeveer 6 weken tot 3 maanden na de operatie. Dan nu het tweede deel, de keus van het implantaat. Er zijn verschillende soorten implantaten op de markt. Alles bij elkaar opgeteld zijn er ook een heleboel weer verdwenen. En het blijft zonder meer als een paal boven water staan. Protheses van siliconen met een jasje aan de buitenkant van siliconen en een vulling van binnen van siliconen zijn de meest betrouwbare met de minste klachten die het meest natuurgetrouw een nieuwe borst kunnen maken. Maar er zijn toch verschillen. Er zijn protheses glad van oppervlak of ruw. En protheses met een glad oppervlak, daarvan is wel aangetoond dat die zeker als ze voor de spier worden gebruikt, dat die meer kans op kapselvorming geven. Dus die behoor je niet te gebruiken. Protheses met een ruw oppervlak hebben soms verschillende vormen. Rond, maar wat hoger, high profile, of een druppelvormige vorm. Ik ga u uitleggen dat de dynamiek vooral ook bepaald wordt door de soort vulling van binnen. U moet zich voorstellen, zo soepel en elastisch als het kan zijn, zo kan het ook stugger en vaster zijn. En vaak zie je in die driedimensionaal voorgevormde protheses dat de vulling minder mooi meebeweegt. Lig je als vrouw meer op links of meer op de rechterzijkant, dan zie je dat deze implantaten onderuit niet goed meebewegen. Sta je ondersteboven op je handen, dan nog blijft hier de grootste vulling bovenin. Ja, dat hoort natuurlijk niet. Bij protheses met een meer elastische inhoud, een soepeler inhoud, zie je dat de beweging van de borst en de prothese gelijkgezind zijn. Dat is wat je zou willen. Hang je meer naar links of hang je meer naar rechts, dan beweegt het volume mee. Sta je op je handen, dan zakt het volume mee de ene kant uit. En sta je bij spreken weer op je voeten rechtop, dan zakt het volume weer mooi terug en heb je die druppelvormige ondersteuning onderhuids met zo'n prothese eigenlijk ook weer gewoon terug. Kleiner of groter is veel minder belangrijk. Lager of hoger hangt eigenlijk meer af van de borstkashelft. Wil je een mooie, volle, grote vergroting bij een smalle borstkast, dan heb je meer projectie van voor naar achter nodig. Heeft iemand een wat meer brede borstkast, dan wil je toch de gehele borstkashelft goed ondersteunen. En dan heb je een wat meer bredere, vlakkere ondersteuning nodig. Alles bij elkaar opgeteld, mag u dus verwachten dat met de nieuwste inzichten de resultaten echt mooi kunnen worden. En als u nog aanvullende vragen heeft naar aanleiding van dit consult, dan bent u meer dan welkom om ook een keer langs te komen.